Kanaal 2, alsjeblieft. Brandy? Breezer. Breezer, Brandy. Clavis joined your channel Task Force Radio on the server. Oh jee. Dus de rest van de Rummen kunnen gewoon op frequency 31 blijven. Ja, Rum op channel 1, alsjeblieft. Channel 2, check. En Edson's groep joinen. Oh jee. Ja, jongens van Rum, jullie kunnen mijn groep inderdaad joinen. Dat is wel prettig. Piep boep. Oh, we hebben een safe start. Oh, dat is leuk. Breezer. Wat is er? Ik wil dat jullie even kijken, in dekking gaan en het noorden tot en met het zuiden even dekken. Ik herinner me de vorige keer dat we deze missie starten. Nee, dat is nu geen issue. Oké. We gaan gewoon je brief geven, joh. Oké. Nou, heeft iedereen een kaart voor zich? Zit iedereen dicht bij mij? Ja, pap. Iedereen mijn gele cursor zien op de kaart? Ja. Yes. Yes, daddy. Zit je verf op Yelling? Ja, dat staat hij. Goed. In dit grote rode gebied, daar zitten vijandelijke versterkingen. Die wil ik eerst uitschakelen. Dan wil ik eigenlijk al dit roadblock uitschakelen. Kijken of Kamenka een gevaar is. Vervolgens wil ik voor dit bos naar het noorden zoeken naar de luchtafweerstukken. Dus... Het staat in dat rode gebied, daar zit al een object in, hè? Dat rode gebied. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Okay. Maar ik weet niet zeker of dat accuraat is en of dat de enige versterking is. Dus het ruit is een brug namelijk. Goed. Ik ga even wat puntjes zetten. Channel group en de chat group. Dat eerste puntje suggereert dat we door open gebied moeten, terwijl ja, oh nee, die haal ik zo weg. Die haal ik zo weg. Oh, mooi die pijlen. De mooie puntjes worden het. DM3002X joined your channel Task Force Radio on the server. Kan je Edsat's groep joinen? Ja. Wat hebben gezust? Belangrijk voor Zeus, je moet het niet merken dat het gebeurt. You failed. Ik ben al ingedeeld in een kleurteam. Rood. Okay. Wacht, ik zal even. Dit is een perk van VTL zijn en. Maar. Roken, was dan mijn... hoef ik geen VTL ooit te zijn, hoor. Die was mijn VTL ook alweer, trouwens. Ik. Oh crap, iets verkeerd ingericht. Aan het zeggen, ik wou het net voorstellen, maar. Artu, kun jij rood worden, pack. Word jij. Sorry, Artu blauw, pack rood. Starting. Prepare your anus. Kom je nou aan aansteken, pack? Voor een VTL zijn. Fuck my life. Maar. Oké, ik heb een uitgebreide briefing, of uitgebreide kaart getekend. Breezer, blauwe groep, Rum, rode groep, spreekt natuurlijk voor zich.
Ik wil dat we naar RV1 gaan. Daar splitsen we op. Breezer ten zuiden en Rum in het noorden. Breezer doet een aanval op mogelijke versterkte punten. Rum geeft Overwatch en dekking. Dan kijken we of we verder moeten naar het oosten. Als dat niet het geval is, dan trekken we terug naar RV2. En dan gaan we onze weg vervolgen naar het noorden en schakelen we daar de luchtweer uit. Als dat wel nodig is, dan gaan we naar RV3. En zo. En wat als er ten zuiden van RV1 hier iets is? Ja, dat checken we. Dat moet het blauwe team even checken. Breezer even checken. Randy. Ja, nou, ik noem ze nou even Breezer. Dat is toch maar 150 meter, 200 meter. Oké. Hey. Brandy is het grote team van 8 man. Die zullen de aanvallen uitvoeren. En Rum zal voor het grootste deel Overwatch geven. Dan wel meedoen met de aanval. Hey. Short joined your channel Task Force Radio on the server. Yes. Nou, dan mag Breezer mag voorop lopen en we gaan richting het noorden. Oké. Short even Edzard zijn groepje. Short starts recording on the server. Oké, Roy team, die kan voorop. Rex, zoek jij even in vuurtem uit wie wel welke buddies zijn. Oké. Donder, Sean, kun je even kleur wisselen? Dan kan Sean met Imagination optrekken, dan is Donder bij ons in het team. Is goed, is gewoon kanaal 31. Oké. Okay. Short. Ding mee. Short, hè? Ben je met iets met Imagination? Ja, ik sta met Imagination. Kanaal 1, dat is gewoon 1 Imagination. Maar nu neem je alles op, hè? Oh, oké. Okay. Ja, Breezer heeft de kanaal 2. Renald, jij bent bij mij. Ja. Onder, jij bent samen met Archie. DM. Goed. Yes, je radio staat al goed ingesteld voor mij. Yeah, Pack, je hebt een GPS, we kunnen nu gewoon de stippenlijn volgen. Ik wil lopend in kolonnen die kant op. Ik krijg die GPS niet omhoog. Dus DM en Short, jullie zijn even het Trudy team. Anders corrigeer ik het wel. Dat is als ik Ctrl-M indruk, dan krijg ik de kaart. Met z'n drieën, buddy. Als er nog mensen joinen, split ze even op en maak even kleurtjes. Laafs en Old Raven, jullie zijn het team en Edzard is met ook. Mij. Maar Night Google of. Hey. En ik dan? Ik wil de Klaafs en Old Raven voorop lopen in Rum. Oké. En met wie ben ik een team dan, Edzard? Ik ga wel dan Reynolds. Ja, mijn Short. Hallo, Explosives en Experts zijn er. Ja, zijn geel? Of ik met DM en Short. Ik kom erachterin. Geel is prima. Geel steekt lekker af T tegen het groen. Moving. Ja, jullie zien als je in TS gaat, een Breezer knop is moving. Recording, dat is zeg maar, ik die probeer mezelf op te nemen. Walking animations worden nog verbeterd, hè? Moving. Heb je het filmpje nog gezien? Nee. Dan zit ik in Order of March. Walking animations veranderen. Achterste 3. Dus achter jou en voor Flonde zeg maar. Smokestack. Rum en Breezer, test. Oké, jogging. Jogging. Rum en Breezer, test. We gaan joggen. Dus het zat point of information. Ik ben een machine gunner, dus. Ja, is prima. Raven, C drukken. Ik druk op C, maar dat doet niks anders. Oh, dan moet je even misschien op je rechter muisknopje. Volgens mij werkt de long range niet van Rum. Oh, lekker. Van Breezer. Moet je even op kanaal 2 en dan met hem praten. Ja, de long range. Dan moet je even op short range kanaal 2 gaan. Ja, dat klopt. Ja. Dus onze short range gebouwd. 31. Maar even door. 31. Breezer, Rum hier.
is Rum hier. Jullie long range staat op channel 1. Althouden. Althouden. Oké. Ook een frequentie, 31. Oh, mm-hmm. Zit die automatisch op. Lekker makkelijk. 54.4. Check even naar de laatste man van Brize. En neem de andere kant aan, Short. Short, Klavers. Brize, dus Rum, ik hoor je prima. Over en uit. Oké, jongens, klaarmaken om weer te gaan lopen. DM remmen voor je. Ongeveer 15 meter afstand, zodat je het eerste ringetje afstand hebt op STUT. Brize verandert van formatie, wat doen wij? Halt houden we achter Brize. Oké, halt. Brize, de strum, afstand. Geen zicht. Rum, ik wil even een linie aansluiten op Rum, ik wil een linie aansluiten op Breezer en de linie die vormt aan de rechterkant van Breezer. Heb je tegen Rum of Whisky? Ik heb het nu tegen Rum, dit is direct radio. Wij zijn Whisky. Ik wou het zeggen, ik was een beetje verward. Oh. Lulo. Dit is geen Whisky namelijk. Ja. Wij zijn Whisky. Dit is geen Rum. Iedereen van Rum heeft aangesloten bij Whisky. Ja. Ja. Ik was verward, ik was verward met Jelling. Ik wou hem op Jelling zetten, maar... Ik heb hem ook op Jelling gezet nu net. Het heeft, op de kaart heeft het wel een naam, ja, maar in het slottingsscherm niet. Daarom. Goed. Ja, we praten langs Kein. Trouwens, sta je long range op speakers? Freezer, dit is Whisky. Wij wachten eigenlijk op jou. Ik dacht dat je zicht had op vijanden ten zuiden. Zie jij ze, donder? Ik zie helemaal niks. Oké, maar Brandy, dit
schieten zag je vijanden. Die zien wij dus niet. Heb jij zicht op vijanden, Donder? Dat de caps lock zeg maar op de plek van de A zit. Oh ja. Sta je op Wispen? Nee, Jelling. Ik sta op je. Ja, dat praten. Zit je microfoon ergens? Gewoon in je mond stop. Je microfoon opeten, ja? Ik hoor je. Nou, hier, dat zal wel TFR bug zijn. Maar ja, waar ik heen wijs, ja, daar zo ongeveer zit het. Mooie shells, man. Ja, mooie. Whisky, even een heads up, we hebben een stelling gevonden dus, ten zuiden. Eén stelling in het zuiden, eentje in het oosten, zijn gemarkeerd op de kaart. Het is de bedoeling dat we die uitschakelen. Ik ga Breezer, Brandy, voorop sturen. Zij doen een stormaanval en wij geven dekkingsvuur. Yeah. Nog een grenade? Ja, vuurtje. Op zie ik alleen gekloot. Ik wil het zeggen. Edzard, heb je ook enige aanwijzing waar ze ongeveer zijn? Geen zicht op namelijk. Al op 130 graden. Ja, de stelling is gemarkeerd op de kaart. Kunnen we van deze positie inderdaad niet zien. Er zijn er wat wrakken, wat brandende autootjes, wat tonnetjes. Voor mij daar ook. 133 graden. Ja. Ik wil in ieder geval wat dichterbij hier komen. Hé? Hey? Ja, klopt. Er zit een, hoe heet het op? Ja. Nou, dat is een puntje. Ik zou hem opschrijven, Operator. Ja, ik heb hem opgeschreven. Ah, oké. Okay. En machine gun's holosize, dat is echt geweldig. Als je dit ook gedaan heeft, dankjewel. Hey, ik heb hem er al afgehaald. Brandy, dit is Whisky. Ik ga optrekken aan jullie rechterkant, want we hebben geen overwatch positie. Jongens, ik wil optrekken naast Brandy. Een lijn neem ik aan. Oh, we zijn echt daar. Ja. Ik wil naast Brandy optrekken, dus let's go. Naar voren. Zuidoosten. Echt voor je, Short. Wat? Maar recht, als je recht in linie, dan heren. Niet in, ook op ground kom, hè, daar. Nou, niet te ver naar rechts, want heeft Flanders geen koffer. Iets meer naar links uitspreiden. Kunnen aansluiten bij Brandy. Wat voor lijn is dit, man? Reformer misschien, inderdaad. Ja, ik probeer Flanders. Grote. Contact vanuit het linker. Zicht op infanterie op de weg ten zuidoosten van ons. Ja, richting, waar komt dat vandaan? Oost. Ja, daar. Bij de brug vandaan, net voor de brug. Brandy, dit is Whisky. We hebben een contactsituatie uit het, het oost-noordoost. Vuur vanuit richting de... Ja, vuur vanuit de brug. Brandy, dit is... Sorry. Brandy voor Whisky, begrepen. Ja, wij gaan nu onze aanval openen om iemand bij de dek te krijgen. Naar het oosten. Jack, je kan naar beneden gaan. Oost-noordoost. Oké, iedereen neer, gewoon dekkingsvuur op die positie ten zuidoosten van ons. We worden nu van twee kanten onder vuur genomen, één zuid, zuidoost en één oost, noordoost. Ook geen bandages meer. Zorg dat je in dekking bent van het vuur uit het noorden.
Need a medic. Is er een medic? Ik heb mijn rechter lijk kapot. Ja, komt eraan. Willem Wilco joined the server. Ik heb helemaal geen koffer hier, we liggen met drie bomen. Ik heb gewoon naar een van die bomen. Ah, dan moet ik nog horen. Op zich geen koffer nodig, want er wordt toch niet op ons geschoten hier. Fuck, ik ben geraakt. Brandy, dit is Whisky. Wat is uw status? Vallen jullie het doel ten zuidoosten aan of gaan jullie nu richting het noordoosten? Oh, je blijft wel bezig, hè? Short is neer, worden hevig onder vuur genomen hier. Heeft iemand al... Nee, gelukkig. Nee, ik heb geen zicht als je dat vraagt. Geen zicht, we moeten hier weg. Als ik ga zitten, dan komen ze wel heel dichtbij. Zegt inderdaad. Nog wat morfine van? Smoetje, kan je Short redden of? Ga naar achteren, ga naar achteren. We moeten hier weg. Ja, maar we moeten hier weg. Wordt hier flink onder vuur genomen. Ja, kun je hem meenemen? Klavers zit veel te ver naar voren. Moet kruipen terug, maar ik doe mijn best. Of is het oldreven? Wij breken het contact af en bewegen ons langzaam richting het noordwesten. Heel langzaam. Oh jezus. Wat de langste kruip die ik ooit heb gedaan. Oh, geen idee waar vandaan, joh. Nee, ik ook niet. Dit is best wel irritant. Ja. Ook weer nee, misschien. Advies om verder zuidwest te gaan. Ik kan nee, geen noordwest. Het zat, we worden beschoten vanuit het noordoosten, daar zie ik tracers vandaan komen. Ja, dat klopt, maar als we noordwest gaan, dan hebben we gewoon wat bomen. Ik wil weer contact hervatten met Brandy, maar die reageren niet. Dus waarschijnlijk is Sasha neer. Probeer inderdaad de rookgordijn aan te leggen, noordoost. Ik neem ongeveer 5 man met me mee, we zijn iedere kant op aan het gaan. Shit. Smoetjes neer. Fuck me off. Oké, situatie als de medics neer en er zijn mensen die medics nodig hebben. Wow. Advies? Oh. Fuck me off. Volgens mij worden we RPG. Iedereen die nog kan lopen richting het westen. We hergroeperen aan de andere kant van die heuvel. Neem Smoetje mee als het kan. Jongens, iedereen die kan lopen, hup naar het westen. We hergroeperen aan de andere kant van de heuvel. Ja, laat hem maar even liggen. Hergroeperen aan het westen, andere kant van de heuvel. Go! Dit is Smoetje, ik ben weer op startpunt. Verder de heuvel over, helemaal de heuvel over. Ja, lekker dit. Ja, wat bandages en shit over. Jezus Christus. Echt waar. Hey, waar was het moedje lichaam? Ergens bij een boom, ik weet niet precies waar. Zat is ook neer. Samen bij IRV. Markeer de kaart. Leef nog. Gewoon dat je raakt wel even meer. User in your channel is recording on the server. Willem Wilco has been renamed. Shit. Jongens, ligt hier nog een gewonde. Waar? Renald. Ja. Wie was er?
Iemand was neer. Edzard is neer. Sascha is neer. Ik heb iemand met de 50 cal duur heb ik uitgeschakeld. Ik fik Sascha wel. Oké. Nog iemand medic nodig? Nee. Ja. Ja, DM hier. DM hier. Maar genoeg mensen hier medic nodig. Deze is erger. Zo, tijgnoos. Sascha is alive. Hij leeft nog. Hel. Nee, snel. Nicky kan ik rennen. Moet je een medic aan? Ik denk dat hij hem zo meteen... Hij is weer wakker. En ik? Oh. Hier achter je ligt, bij die boom ligt nog iemand. Ja. Heb hier een Edzard voor je? En er zijn leven na dood. Of niet? There you go. DM. DM. DM, ik heb hier ligt Old Raven, ik weet niet of je bezig bent. Voor die mensen die mensen aan het lopen, gaat door de rest de linie richting Zuidoost. Kijken of ik hem kan stabiliseren. Hey, ik ben nog steeds gewond, maar ik heb wel een paar gewonden hiermee gedaan. Kijk, ik wil in ieder geval vuur die kant op hebben. We zijn nu in Deflate ten opzichte van dat ding in het oosten, maar ik wil een linie richting het Zuidoost hebben. Roger. Yes. En we liggen lekker hier. Doe maar eerst een zwaar gewonde, daarna kun je mij wel behandelen. Oké, wat volgens gaan doen iedereen een lap de gewonden op. Heb je 3 minuten voor. Op het moment dat dat gebeurd is, gaan we een linie maken naar het Zuidoosten. Old Raven is in ieder geval gebandaged, dus hij bloedt niet verder uit. DM. Heeft iemand bandages nog over? Ik heb nog een paar. Dank je. Ja, uit mijn tas passen, denk ik. Zeg maar, Edzard, ik heb je gewond hierheen gedragen. Oké, we zitten 50 meter bij jullie vandaan. 2 reinforcements. Oké, ik heb jouw bandages voor jou gebruikt, dus... Reinforcements kunnen aansluiten, linie richting het Zuidoosten blijft laag. Linie op mij, ik ben het ankerpunt. Ik ben dit short nu. Ik heb... Begin met mijn benen, dan kan ik in ieder geval rennen. Oké. Hey, buddy. Yo. Ja, morfine, dankjewel voor het opletten dat ik niet dood ging. Ja, verdomme. Wilco, kan je naar Edzard toe en zijn team joinen? Ik was volgens mij eerder dood dan jou. Nee. Ik heb 6 toen ik stopte met schieten. Ja. Dat was het moment dat ik ophield met leven. Als jij stopte met schieten. Wanneer was dat? Wanneer? Bij de eerste oprukking? Of? Ik heb de eerste oprukking niet meegemaakt. Ik ook niet. Kun je dan aan de mees? Het was even een chaos, domme. Morfine nodig? En morfine, trekken. Nou, er kwam een granaat. Van de bos waar je nog in Deflate bent. Ja, Sascha. Dankjewel. In de bossen. Oost. Oh, Jesus, allemaal mensen. Ik zeg, fuck it, ik ga voor. Donders hier is het. Ongeveer 90 graden. Ja, nee, dat gaan we samen doen. Ja, is iedereen al klaar? Maakt niet uit. Ik heb morfine nodig, maar ik ga pushen. Dus, Heb iedereen, even attentie. Blauw, links. Beweging oost. Links richting het oosten, rood. Linie richting Zuidoosten, we krijgen nog vuur sporadisch, ik wil even het een allemaal aankomen. Oké, Whiskey, is iedereen up? For roll call, Smooch? Ja. Lavis? Ja, graag. Yo. Flanders? Yo. Draven? Draven? Oké, iedereen is up. Snel vuur richting de stelling in het Zuidoosten. Is hij dood? Ik heb hem net wel volledig gebanaged, maar ik weet niet of iemand al Apium in hem heeft. Of morfine. Nee, hij is op vast. DM? Donder, heb je extra oordop gemaakt? Ja, oké. Extra? Ik heb ook geen oordop. Die van mij werkt niet, dank je wel. Puntje, ik mis mijn oordop. Ik heb helemaal geen oordop. Heb je ze niet al in? Oh, ja, die oordop is wel kut, ja. Iedereen, ik geef... Wilco's neer. Hem helpen, Smooch? Jezus Christus. En ik ben doof. Reloading. Ik heb een probleem, ik ben doof. Ik hoor niks meer, ik ga Willem oplappen. Als je aan het praten bent, donder ik al. Ik weet niet. Als ik kan jou niet horen, ik ben doof. Edzard, ben je nog overeind? Yep. Wilco, je bent goed.
trekken noordelijk, die gaan dadelijk boven ons uitkomen. Ja, dat pakt niet al goed. Ja, maar ja, niemand wil over dat open terrein. Kijk, het dekken van de station. Ik zie ze daar gewoon lopen, hè. En niet allemaal tegelijk. Ja, dat gaan we doen. Brandy, ik wil dat jullie een linie richting Noordoosten innemen en al die gasten daar pin down krijgen. Ik ga met Whisky achter jullie langs richting het Zuidoosten en ik ga in de meest zuidwestelijke punt van, die, van dat bos daar aan de overkant van deze vallei zitten. Ik ben niet de enige. Great fun. Oké, ik heb hoor op. Ik kan weer donder. Waarom heeft iedereen daar een LDR? Oké, kan het rode team vuur openen op de stelling? Ik ben even doof, ik moet even mijn gehoor terugkrijgen. Het is leeftijd, hè. Klopt, friendly fire. Als wij naar het zuiden gaan, dan zal alles inderdaad ten noorden van zijn. Hey Sasha. Wees vroeger via de boomgrens naar het noorden, dus zullen we hierheen gaan. Ik hoor nu echt even helemaal niks meer trouwens. Sascha, je hebt toch earplugs? Sascha, kun je me horen? Heel slecht, heel slecht. Oké. Ik wil dat jij met Brandy het Noordoosten een beetje doof van de machine gaat nemen. Wat zeg je? Hoor op. Hey Sascha, kun je me horen? Moren? Ik ben doof. Hij hoort hem. Nee, dus. Dus anders antwoorden je niet. Van de overkant van de... Ik kom bijna niet meer. Oh nee. Is er nog donder? Ja, één. Oké, kun jij mij horen? Jezus. Kom je wel hoor, Klaas. Ik hoor je nog wel, Edzard. Ik kan niks doen nu. Ik kan tegen niemand wat zeggen. Ik ben er nog, Edzard. Tegen mij wel hoor, Edzard. Edzard, ben er nog. Kan je eens een beetje neerhalen hier, Eldreen? Ligt daar gewoon nee, niet echt. Ik zie een schoten vanaf helemaal links. Op het Noordoosten. Kutbos, ja. Maar gaan ze ons flanken. Ja. Er staat elke keer een boom voor. Ze rennen ook allemaal, hè? Ja, jij kunt tenminste praten, dat scheelt er wel een hoop. Ja, ik ook. Ik kan wel praten, maar over iemand... Hier is toch niet gewonnen, hoor. Oh. Oh, wow. Imagination, user in your old penguin has been renamed. Sasha has been renamed. Ik hoor dat echt alleen maar. Sasha, ik heb feedback voor je template.